Sexoloog Evelien Stallaert heeft bevestigd dat ze binnenkort haar debuut maakt in Playboy. Dit nieuws zorgt voor veel reacties, vooral van haar collega's bij RTL Boulevard. Een opvallende stem in het debat is die van Miljushka Witzenhausen, die er weinig van begrijpt. In een uitzending van vandaag in Site onthulde Evelien het nieuws: Ja, het klopt helemaal. In januari sta ik in Playboy, al dus Stallaert. Ze benadrukt daarbij dat ze haar eigen unieke draai aan de shoot zal geven. Als seksuoloog vind ik het belangrijk om een positieve benadering van seksualiteit en ons lichaam te bevorderen, voegt ze toe. Hoewel ze niet precies wil prijsgeven in hoeverre ze bloot te zien zal zijn. Lijkt ze zeker van haar keuze, Miljuska Witzenhausen, ook bekend van RTL Boulevard, reageerde echter kritisch op Eveliens besluit. In een segment van het programma vroeg ze zich hardop af wat Stallaart precies van plan is. Wat bedoelt ze? Gaat ze helemaal naakt, of doet ze gewoon een column? Haar verwarring werd snel opgehelderd door collega Frank Deen, die uitlegde dat Evelien haar sensuele kant wil laten zien, maar op een manier die paast bij haar rol als seksuoloog. Stallaard zou het zo aanpakken dat ze zichzelf niet beperkt in haar vakgebied, zelfs niet na een Playboy-shoot. Miljuschka bleef echter bij haar sceptische houding. Is Playboy nog relevant tegenwoordig? Als je naakt wil gaan, doe dat dan op onlevens. Dan verdien je er in ieder geval nog iets mee, sneerde ze. Volgens haar is het poseren voor Playboy achterhaald, en ze liet duidelijk weten dat ze zichzelf nooit in die positie zou brengen. Nee, mijn lichaam blijft privé. Ik zou dit nooit doen, daar is geen twijfel over mogelijk. Evelien Stallaert, die alom wordt geprezen voor haar professionele inzichten in relaties en seksualiteit, ziet haar Playboy shoot als een manier om diezelfde boodschap over te brengen in een andere vorm. Door de fotoshoot op haar eigen voorwaarden te doen. Hoopt ze een nieuwe dimensie toe te voegen aan de discussie rond seksualiteit en de zelfacceptatie van vrouwen te bevorderen? Wat de shoot exact zal inhouden, blijft voorlopig nog een verrassing, maar één ding is zeker: het gesprek rondom haar keuze heeft de nodige aandacht getrokken. Waar Miljuska een meer praktische kijk op de kwestie lijkt te hebben, blijft het voor Evelien belangrijk om de bredere boodschap van zelfliefde en vrijheid in seksualiteit te promoten. Dit alles doet de vraag rijzen of traditionele platforms zoals Playboy nog een plek hebben in de hedendaagse samenleving, waar nieuwe vormen van zelfexpressie, zoals OnlyFans, een opmars maken. Evelien Stallaert laat zich echter niet afschrikken door kritiek en benadrukt dat ze volledig achter haar keuze staat. Het lijkt erop dat de discussie over de keuze van Stallaert nog wel even zal doorgaan. Met haar verschijning in Playboy lijkt ze een grotere maatschappelijke discussie over seksualiteit, lichaam en zelfbeeld aan te wakkeren. Of het nu door collega's als Miljuska wordt gesteund of niet, Evelien staat vastberaden in haar beslissing om de grenzen van haar werkveld op te zoeken en uit te breiden.